En u bent naar het stadhuis van Almelo gekomen voor iets bijzonders. Ja, dat klopt. Ik ben hier ook niet alleen. Ik ben samen met ongeveer 45 studenten. En dat zijn tweedejaars studenten Facility Management. En wij komen hier we zijn hier te gast in het stadhuis van Almelo om een excursie te krijgen. En wat is de bedoeling van de excursie? Nou, die studenten werken aan een huisvestingsplan. En het stadhuis Almelo staat bekend om zijn bijzondere interieur en bijzondere werkplekken. En daar komen we eigenlijk een kijkje nemen voor de studenten om inspiratie over te doen over werk- en ontmoetingsplekken in een gebouw. En onder welk onderdeel van de studie valt deze excursie? Dat is dus Facility Management, de opleiding Facility Management. En het onderdeel is huisvesting, kantoorhuisvesting. Ik heb uw studenten ook in de raadzaal zien zitten. Heeft dat nog een speciale bedoeling? Ja, we beginnen zo met de excursie in de raadzaal. En dan geeft een medewerker van het stadhuis die geeft een korte uitleg over het ontstaan van het stadhuis en waarom het is gebouwd zoals het er nu uitziet. En daarna gaan we een rondje lopen. Bent u al vaker in het stadhuis van Almelo geweest voor een excursie? Nee, dit is voor mij de eerste keer. En ik kreeg de tip van een collega die zei, daar moet je naartoe met de studenten. Dus als het u goed bevalt, dan is de excursie volgend jaar voor herhaling vatbaar? Als ik welkom ben samen met mijn studenten, heel graag. Ja. En u wacht ongetwijfeld de evaluatie van uw studenten af op dat gebied? Ja, ik luister altijd graag even achteraf van hoe ze het vonden. Dank u wel voor uw medewerking. Graag gedaan. Ja.